Hey, en welkom. Mijn naam is Maarten, over de reisgenoot, en ik heb een voorstelling gemaakt over herstel. Daarvoor heb ik 10 mensen gesproken die last hebben of hebben gehad van psychische klachten. En hun verhalen wil ik graag aan jullie doorvertellen, omdat ik deze mensen ontzettend bewonder. Omdat ze ondanks alles hun leven weer op de rit hebben gekregen en hebben leren balanceren in de golven. Nou, de voorstelling Golven zo hoog gaat over 10 mensen die zijn hersteld van psychische klachten. En ik heb songs gemaakt van hun verhalen. Je ziet mij die songs live spelen en op de achtergrond zie je dan beelden van de mensen over wie het gaat. Ik vind het belangrijk omdat ik denk dat mensen met psychische klachten toch vaak een beetje worden weggestopt in een soort hoekje van de maatschappij. Ze worden niet altijd genoeg gehoord en gezien. En ik denk dat het heel belangrijk is om dat wel te doen voor hunzelf, zodat ze erkenning krijgen voor de worsteling waar ze doorheen gaan. En voor de buitenwereld, zodat ze misschien met wat meer begrip en dat soort dingen kunnen reageren op mensen die het moeilijk hebben. Hoe maak je muziek bij een verhaal? Dat is een goede vraag. Ik probeer natuurlijk altijd te zoeken wat mij dan raakt aan zo'n verhaal, weet je wel. En dat element uit te lichten zijn natuurlijk dat je recht wil doen aan wat iemand vertelt, zijn het ook wel liedjes waar tekst heel belangrijk is. En de muziek echt dient als een soort sfeer om dat te ondersteunen. En je kan met muziek natuurlijk heel mooi een soort van de wending maken die deze mensen ook hebben gemaakt. Dus van een plek waar het niet prettig is, waar het donker is, naar de weg omhoog en hoe het nu met mensen gaat. Dat kan je natuurlijk muzikaal heel mooi ondersteunen. Zeg maar, het meest simpele voorbeeld van minor naar major, zeg maar. Maar je kan ook van zacht naar hard, weet je wel. En daar kan je heel erg mee spelen om elementen uit dat verhaal meer naar voren te laten komen. En waarom dit onderwerp? Waarom dit thema? Omdat ik denk dat mensen die last hebben van psychische klachten vaak weinig gehoord en gezien worden. Ze zitten toch een beetje nog steeds in een soort van verdom hoekje van de samenleving. Mensen hebben daar allerlei vooroordelen over. Ik heb ergens anders in mijn loopbaan gemerkt dat muziek een hele goede manier kan zijn om mensen juist wel dat even in de spotlight te zetten. Van hé, wat is het knap eigenlijk dat je hiervan bent hersteld. In plaats van de nadruk iedere keer maar op die klachten. En dat leek mij een mooie manier om dat zo te doen. Dus om met muziek te zorgen voor erkenning, denk ik. En tegelijkertijd voor de buitenwereld een stukje taboes te doorbreken. Ja. Muziek is emotie. Of zit vaak emotie in. Wat voor gevoel overheerst bij jou na het maken van deze voorstelling? Oh, wel een positief gevoel. Ik denk bewondering en hoop. Sommige mensen vinden het een zware voorstelling. En hij is voor mij ook wel emotioneel om te spelen. Maar ik blijf wel achter met een gevoel van oh wauw, het is al deze mensen ook gelukt. Met vaak gigantische uitdagingen om toch hun leven weer op de rit te krijgen. En er iets van te maken op hun eigen manier. En daar kan ik alleen maar heel blij van worden.